Nou, het volgende gerecht wat we gaan maken is rendang. Dat is een Indonesisch stoofgerecht. Het is misschien wel het bekendste vleesgerecht uit Indonesië en mijn persoonlijke favoriet. We beginnen met een bumbu. Dat is een kruidenmengsel van verschillende verse kruiden. En het eerste wat we doen is de koriander en komijnzaad gaan we aanzetten in een droge pan. Zo komen de smaken komen meer vrij. Dat doen we zo'n 2 à 3 minuten. Halverwege even een keertje omschudden. Nou, verder gaat er in de bumbu de kamirinoot. Ja, als je deze rauw koopt, dan moet je ze even in de oven doen voor 160 graden, zo'n 10 minuten. Want ze kunnen licht giftig zijn als je dat niet doet. Nou, verder is de werking van de noot dat deze het gerecht bindt. Dus dat doen we in de keukenmachine. Ook de koenjit. Nou, die hoef je niet te snijden, die kun je gewoon heel erbij doen. Uiteraard hebben we hem wel geschild. Gember, die snijden we in fijne plakjes. Ook gaat er in Laos. Ja, Laos wordt ook wel de Thaise gember genoemd. Het is iets milder van smaak. Kan er ook bij. 7 teentjes knoflook. Rode peper. Ja, ik laat de pitjes erin zitten. Want ik vind dat het gerecht best wel wat pit mag hebben. Ja, verder gaat erin 1 ui en 2 shallotjes. De shallotten die snijden we. Hoeft niet heel fijn, want het gaat in de keukenmachine. En de ui ook. Nou, dan voegen we de koriander en de komijn toe. En als laatste de zonnebloemolie om het geheel smeuig te maken. Nou, deksel gaat erop. Zorg dat hij goed geborgd zit. Anders wordt het een puinhoop en dat wil je niet hebben. Nou, de bumbu is klaar. Door de koenjit heeft hij een mooie gele kleur gekregen, zoals je ziet. Hij hoeft niet te fijn te zijn. Er mag nog best wel een stukje in zitten. Nou, dit doen we in een droge pan. Er hoeft geen olie bij. Dit omdat er natuurlijk al olie in het kruidenmengsel zit. Nou, dit doen we voor zo'n 5 minuten. Nou, voor de rendang gebruik ik runder goulashvlees. Dat heb ik een half uur geleden heb ik dat uit de koelkast gehaald, zodat hij een beetje op kamertemperatuur kan komen. Nou ja, je ziet aan het vlees dat hij nog een vetrandje heeft. Daar kies ik bewust voor, want vet is natuurlijk smaak. Nou, het kruidenmengsel is nu gebakken. Het vlees gaat erbij. Oké, het vlees is rondom bruin gebakken. Nu gaan de 4 blaadjes Daunse lambei, het Indonesische laurier. 4 blaadjes jeruk purut, dat is citroenblad. 2 stengels citroengras, die heb ik van tevoren eventjes gekneusd. En als laatste 400 milliliter kokosmelk. Nou, dit laten we voor 1,5 uur laten we dit staan. Op een laag pitje zonder deksel. Wel af en toe even kijken of het kookvocht niet helemaal verdwenen is. Want het zou zonde zijn als het is aangebrand. Oké, de rendang die heeft nu 1,5 uur gestaan. Je ziet dat de kokosmelk goed is verdampt. Nou, we doen nu voor de tweede keer 400 milliliter kokosmelk erbij. Nou, dit gaan we weer 2,5 uur laten staan. Zodat het vlees lekker gaar wordt. En vergeet niet af en toe te roeren, uiteraard. Nou, het vlees heeft nu 4 uur opgestaan. Hij is mooi mals geworden. Heeft een mooie donkere kleur gekregen. Het enige wat we nu nog moeten doen zijn de verse ingrediënten eruit halen. Nou, om het gerecht af te maken doen we nog wat fijn gesneden koriander overheen. En wat gele seroendeng. Dat is mooi voor de kleur. En dan hebben we een hartstikke lekker vleesgerecht, namelijk de rendang. Eet smakelijk!